Nou, dat is een hele vreemde toevalligheid. En ik hoop dat mijn lot ergens anders ligt. René moet heel erg plassen. Hey, goedemiddag lieve patatjes, we zijn vandaag in Maastricht. Wat is het geheim voor een leuke band op je hoofd, een leuk hoedje? Maar ik doe weer hetzelfde, ik maak er eigenlijk twee staarten van. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve patatjes, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag zaterdag 30 oktober en ja, wij zitten even met een dilemma, want wij hebben een heel leuk cadeautje gekregen van mijn schoonzus, een Fletcher Hotel via vakantieveilingen. Alleen, ja, voor ons is het natuurlijk best wel lastig om een dag te vinden dat we allebei kunnen. En dan hadden we dus dit weekend bedacht. Maar met zo'n bon kan je maar 5 dagen van tevoren boeken. Ja, dat is ook handig. Wat echt heel vervelend is, want er is dus gewoon nergens plek. Ja, het is vooral vervelend als je ook maar 1 dag die week hebt dat je kunt. Dus we waren gebonden aan vandaag en zaterdag en die is gewoon de hele week niet vrij. Nee, dus het is gewoon echt heel vervelend. Dus zeker met alle behandelingen die ik natuurlijk heb, waar we rekening mee moeten houden. Ja, schat. Toch niet? Slaap in de 2. Lekker eten. Nou ja, goed. En dus we zijn nu de hele tijd aan het rondzoeken van ja, wat gaan we dan doen? Dan wil je eigenlijk gewoon, dachten we, nou, dan betalen we het gewoon zelf. Pakken we gewoon een ander hotel. Maar ja, weet je, of je bent gewoon heel veel geld kwijt voor dat hotel. Dan denk je, gaan we dan de hele tijd in die hotelkamer zitten? Ja, nou ja, hè, voor 200-300 euro. Ja, of kiezen we gewoon een wat goedkoper hotelletje en gaan we lekker wat doen. Ja. Nou hadden we dus bedacht om naar Maastricht te gaan. Dat leek me ook hartstikke leuk, daar lekker shoppen en zo. Maar het is echt piep weer. Dus we weten nou nog steeds niet wat we nou gaan doen. Maar we zijn in ieder geval even naar Tilburg gereden, want daar zou Jesse Silver dan blijven slapen. En nou heb ik wel iets gevonden in Tilburg. Metamaze. Het schijnt een soort van attractie te zijn. Alice in Wonderland attractie-achtig iets. Ja, wat je voorlas klonk het wel heel... Ja. Apart. Is die op de grond gevallen? Nee. Ja, dus misschien dat we dat maar gaan doen. Dat we iets leuks gaan doen. Lekker uit eten. En dan zien we wel weer verder. Nou, we zijn lekker bij mijn moeder. Al een tijdje. En het was even zoeken, maar we hebben iets gevonden. We gaan eten bij ons in Berkel en Schot. O-N-S-Z, ons. En dan daarna rijden we door naar Rosmalen voor een leuke comedyclub voorstelling. Ja, cabaret. Cabaret. Rond 3 of zoiets? Per rond 3. Steven Brunswijk. Steven Brunswijk. En nog 4 andere. Dus dat is hartstikke leuk. En daarna slapen we in Hotel Mama. Moeten wij nog reserveren voor het ontbijt morgen? Ja. Ja. En sport, ik zal het rekeningnummer geven. Onbetaalbaar. Precies. En dan rijden we morgen misschien nog even door naar mijn... Gezondheid. Goeie invulling. En deze grote jongen... Eet wat chipjes verdiend. Heb jij lekker bakje chippies? Ja, hè? Waarom heb jij die chipjes verdiend? Dat jij ging zeggen dat je moest plassen, hè? Gaat echt goed nou, hè? Ja, dat... Zonder broekje, dan heeft hij het door. Ja. En dan steeds vaker. De volgende stap is inderdaad met broekje. En dan zijn we er gewoon bijna. Ja. Dan is hij gewoon bijna volwassen. Dan wordt het vervelend als je moet plassen in de auto. Dan wordt het een ding. Ja, dat klopt, ja. We komen dan ook vast wel weer overheen. Ik moet wel zeggen, vakantieveilingen die heeft nog gereageerd. Want mijn zus had een mail gestuurd. En ze mag een vakantieveiling. Een veiling winnen, zeg maar. Van hetzelfde bedrag. En dat krijgt ze dan gecompenseerd, zeg maar. Dus dat is wel netjes. Zo, ondertussen zijn we ook bij kapper Anja.
Nou zeg, hotel, kapper, alles in één. Waar is de wellness? Nee, dan moeten we naar jullie mam gaan. Oh, goed zeg. Ga je zelf je haar kammen. Ach, au. Dat doet toch niet au? Het doet nou, wel zeer. Ja, dat weet je wel, denk ik. Zeer. Ja, zeer, hè? Zeer. Ja, zeer. Zeer. Deze die gaat helemaal die kant op. Ja, die moet er ook nog af. Oh, wat ben je mooi geworden. Zijn je haartjes mooi geworden? Gaan oma wel, hè? Mooi. Ben je er blij mee? Wil je in de spiegel kijken? Nee, ik kan niet slapen, niet. Nee? Vind je het wel mooi? Nee. Oh wel, ze knappe jongen hoor. Je maakt me weg. Ja, dat is weg een beetje zo, hè? Zo. Mooi, hè? Wie is die knappe jongen daar? Ja, maar dankjewel, oma. Dankjewel, oma. Alsjeblieft, schatje. Nou, pap en mam zijn op stap, hoor. We gaan lekker uit eten, hebben we maar besloten. Ja. Bij ons, met SZ. Ons. Lekker tapas. In, wat was het ook weer? Berkel en Schot. En toen zijn we verder gaan zoeken naar uitjes in Brabant. En toen kwamen we uit bij Perron 3 Theater. En dan gaat, hoe heet die ook alweer? Steven Brunswijk. Oh ja. Die gaat daar onder andere met optreden met nog 4 andere artiesten. Dus we dachten, nou, een beetje lachen. Hopelijk wordt het gezellig en leuk. Zijn we er toch even uit. Wij gaan slapen in Hotel Mama. Dus we blijven gewoon lekker hier in Tilburg. En dan nou, kijken we morgen weer eventjes wat we gaan doen. Ja, ja, prima alternatief toch? Ja. We zijn er even uit in ieder geval. Met z'n tweeën. Dat is een lang geleden, hè? Dat we gewoon even met z'n tweetjes eruit zijn. We zijn inmiddels aangeschoven. Stiekem zijn we al bij de derde ronde eigenlijk. We hadden zo'n honger. Wat hebben we hier gehad? Geitenkaasje. En 3. Oh, sorry. 3 met een wangetje. En you love it. Ja, nog eentje. De eentje is getrokken. Oh, oh deze kies. Ah. Ik heb een champignonnetje met ja, pesto. En een krab rap. Rap met krab. Krab rap. Ik ben benieuwd of we ze kunnen verslapen. Nou, dat was lekker. Hè? Stompie. Ik zit stompie vol. Stompie vol. En nou zijn we aan het racen. Een soort van. Naar Rosmalen. Perron 3. En dan gaan we even hopelijk lachen. Even lachen. Even schudden buiken. Even lachen. Even ouderwets dijen kletsen gewoon. We have arrived. Wat een tof gebouw. Alles glas, mooie lompies. Nou, we gaan even lachen. Even naar binnen. We zijn onderweg weer terug naar Tilburg. We hebben wel lekker gelachen, hè? Heerlijk gelachen. Ja, was leuk. Ik ben niet meer gewend zo lang weg. Nee. Ik ben kapot. Wat Ma en pa zijn een avondje uit en het is 11:30 en dan denk ik, zo, gaan we naar bed? Ja. Nee, het was leuk. En ja, dat moeten we gewoon vaker doen. Want in de buurt zijn natuurlijk ook gewoon van dat soort dingetjes. Alleen, ja, als je dan een kleine hebt, is dat natuurlijk wat lastiger. Ik vond het ook oplossen. Hij vroeg me zo op een gegeven moment. Ja, dan komt dat te weinig licht is. Ja. Wanneer is de laatste keer dat jullie bij de Comedy Club zijn geweest? Toen dacht ik, de laatste keer was dat wij de naam van Jesse Silver hebben verzonnen. Ja, echt hè? Ja. Op de pier van Scheveningen, die zaak bestaat niet eens meer. Nee, is dat weg? Nou ja, dit ding is niet weg, maar het heet nu Zilt.
Dat heette toen de Comedy Club van Pier of zo. Ja, zoiets, ja. Dus ja, dat is 3,5 jaar geleden. Ja. Ik krijg wel flinke opvliegen daar. God, zie tikken me. Ik zag jou een paar keer perfect. Ja. Nee, toch gaat het niet gebeuren dat ik ook dadelijk niet lekker word daar of zo. Maar dat was gelukkig niet. Ik moest even. En er zat een vrouwtje na twee stoelen naast mij. En die zat ook met een wappertje. Ja, nou, ik zag het in. Ik dacht, kan ik hem even lenen? Nee, was leuk. Dus we gaan nu weer terug naar Tilburg. En dan gaan we even chillen. Hè? Even kijken of de bar nog open is. Ik heb wel dorst. Ik heb ook dorst. Ja. Misschien nog een klein afzakketje. Ja, jij dan, ik mag dat niet. Ik wil gewoon een ijsje. Een ijsje? Heeft je moeder niet? Nee, dat is waar. Nou, we trekken een ijsje. Goedemorgen. Oh, ik was even mijn tanden aan het schoonmaken. Nou, we zijn onderweg naar Maastricht. Maastricht? Ja. Ze gaan pas om 12 uur open, dus dat was wel relaxed. Konden we even rustig opstarten, soort van. Ja, ik wil even een bakje doen tussendoor. Ja, de klok is achteruit gegaan. Oh ja. We dachten, we gaan er even lekker op uit. We wilden nog naar Meta Maze in Tilburg, maar die was ook alweer heel snel volgeboekt. Dus dan doen we dat gewoon de volgende keer. Dan gaan we lekker op tijd. Nou, Maastricht. Bakje doen tussendoor. Lekker een beetje de winkeltjes kijken gewoon, hè? Ik denk het, ja. Misschien wel leuk om even ook iets te zoeken wat misschien wel echt leuk is of zo. Want, althans, wat wel echt leuk is. Ja. Oh, zo. Oh. Wat wel echt leuk is. Nee, ja, oké. Okay. Winkels hebben in Den Haag ook natuurlijk. Ja, maar misschien hebben ze daar net even wat andere winkeltjes. Ja, dat weet ik andere niet, want zo vaak komen die in de dag. Nee, maar iets, een bezienswaardigheid, gewoon iets... Jij wil iets cultureels. Een beetje cultureels, inderdaad. Gewoon even... Oké. Okay. Nou, dan ga ik zomaar eventjes op zoek. Ja, inderdaad, Marcus. Ja. Nou, ik kwam net ook een bijzondere toevalligheid tegen. Ik kreeg weer een herinnering op Facebook. Althans, nee, geen herinnering. Iemand was jarig. En ik heb een aantal jaar geleden, ik weet niet eens meer wanneer en welk jaar dat was, heb ik meegedaan aan Wipeout. Ik weet niet of jullie dat nog kennen. Maar ja, daar heb ik dus aan meegedaan. Dat was hartstikke leuk. Dat was 5 Nederlanders, 5 Belgen. En daar was een onder andere een super lief meisje, Ellen. En wij waren op dezelfde dag jarig, 22 juni. En het is gewoon te bizar om te weten dat zij had borstkanker gehad toen al. En zij heeft dat helaas 5 jaar geleden weer teruggekregen. Of misschien iets eerder teruggekregen, maar 5 jaar geleden is ze daar helaas aan overleden. Op 36-jarige leeftijd. Dat is gewoon bizar. En dat we gewoon, als ik over nadenk, kan ik er gewoon niet bij dat op een groepje van 10 mensen, die gewoon zo bij elkaar zijn gezet, dat wij allebei gewoon hetzelfde hebben en hebben gekregen en dat we op dezelfde dag jarig zijn. Ja. Dat is toch... Ja, dat is gewoon een rare toevalligheid. Nou, dat is een hele vreemde toevalligheid. En ik hoop... dat mijn lot ergens anders ligt en dat ik veel ouder word dan 36. Dat weet ik zeker. Maar zij was zo super lief ook. Was echt een hele lieve meid. Dus, maar ja, dat zet ook weer beide benen op de grond. En we moeten genieten van het leven. En het leven is nu. En we gaan gewoon leuke dingen doen. Nou, we zijn in Maastricht. Maar René die moet heel erg plassen en er was geen parkeerplaats meer in de buurt. Dus, even rennen, dat hebben we nu gedaan. Ik heb één deelfiets en twee deelbenen.
Dat was er maar één. Ja, drie fietsen en er was maar één beschikbaar. Dus en René moet heel erg plassen. Dus ik ben maar gaan rennen. En zien we straks wel weer hoe dit hoe we terug gaan. Oh my god. Avonturen van Sergio en René. Ja, schat, gaat goed. Zeg, ben hoor, zo afgeruimd. Nou, je meent het. Het is toch fijn dat je even zo met de fiets net even ergens wat sneller bent. Even net, hè. Even kijken. Op slot en rit pauzeren. Ik denk het wel. Oké. Okay. Goed gereden. Dit is dan het Vrijthof zonder de André Rieu Bombari. Jij bent hier wel eens geweest met de André Rieu Bombari? Ja, met mijn moeder. Moeder. We allebei niet denk ik. Hey, goedemiddag lieve patatjes. We zijn vandaag in Maastricht. We gaan dus lekker even zitten voor een heerlijke lunch. Pakken een natte macchiato erbij. We gaan ons even helemaal onderdompelen in de lekkere Maastrichtse lucht. Ik heb er helemaal zin in. Ik kreeg het er helemaal warm van. Hey, hartstikke goed. Nou, dag. Lotte. Is die heet? Is altijd een ding, hè? Hij voelt wel heel heet. Dat is mooi. Ik zeg, de consistentie van de schuim ziet er mooi uit. Het kleurt goed en het mengt goed door het glas heen. Ja? Ik ga nou een slokje drinken. Ja, die is warm. Is warm. Die is warm. Ja, een kuikje erbij. Wat geeft u dit als review? Oh, toch wel een reuze voldoende. Ja. Ja. Oh, gewoon helemaal zin hierin. We zijn weer onderweg naar Tilburg om onze kleine man op te halen. En ondertussen zitten we in een enorme hoosbui. Oh, het zuikt als een man. We zagen bijna niks meer voor. We stonden bijna stil op de snelweg. Ja. We zijn nu nog 50. Ik denk bijna een zo'n kleine... Tornado! Ah. Nee. Maar dat is gevaarlijk weer, hè? Dat je dus niet meer goed kan inschatten hoe hard degene voor je rijdt. Nee, als het dan zo hard dan reflecteert alles vanaf van het wegdek, zeg maar, dan zie je die lijnen. Ja. Nou ja, een beetje snelheid aanpassen. Je moet het vast goed komen. We zijn er ook wel redelijk dichtbij, dus dat doen we vanaf. En dan doen we het van bak. Ja, inderdaad. Nou, we hebben lekker geshopt. Althans, vooral ik geloof ik. Die had niks geshopt. Ik heb jouw cadeautje gehad. Jij hebt een cadeautje van mij gehad. Een leuke ketting. Ja. En ik heb twee paar schoenen gekocht. Laarsjes, zwarte laarsjes. En de groene laarsjes. Maar met een hakje. Ja, met een grote hak. Dus wel laag, maar wel met een hakje, dus dat je er wel nog gewoon normaal op kan lopen. En ik heb twee patches gekocht. Oh ja. Ook nog. Die zowel leuk zijn als met als zonder haar. Ja. En wat had ik nog meer gekocht? Oh ja, wat make-upjes. Ja. Nou. Wat wil je zeggen? Nee, de beeldpapier. Ja, ik wou het ook net zeggen. Zeg jij maar. Nee, zeg jij maar. Nou, in Den Haag hadden we een tentje en die had super lekkere bubble tea. Oh, die is al heel lang dicht. Ja, hij is dicht. Volgens mij zelfs weg. Niet. Ja, volgens mij wel. Old dosis. Ja, vind ik. Nou ja, we gaan gewoon nog een keer kijken. Maar die was echt voor bubble tea. En dan kon je gewoon drie verschillende, weet je, dan kon je de substantie kiezen. Dus melk of wat was het allemaal? Amandelmelk of thee. Ja. Of, oh, heel uitgebreid. Het was veel uitgebreider. En dan ook nog een smaakje erdoorheen. En dan kon je wat je erin wilde hebben. Dus van die balletjes waar wat uit popt. Of Het was dus best wel uitgebreid. En dat vonden we zo lekker, dat we eigenlijk de hele tijd hebben, oh, lekker.
bubble tea. Nou, maar tot nu toe zijn we echt overal waar we ergens anders geweest zijn, telkens teleurgesteld. Ja. Het is gewoon nergens zo uitgebreid en lekker als daar. Nou, goedemorgen. Het is 1 november en gisteren was de camera uitgevallen. Dus we hadden het over de bubble teas die we zo lekker vonden en eigenlijk een dikke teleurstelling is overal en ergens. Dus ja, we moeten het gewoon in Den Haag weer gaan zoeken. Ik krijg heel veel leuke reacties op mijn hoedjes, op mijn, mijn sjaaltjes die ik om mijn hoofd doe. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga jullie gelijk eventjes laten zien hoe ik dat doe. En, en wat eigenlijk de clue is. Wat is het geheim voor een leuke band op je hoofd, een leuk hoedje? Nou, ik zal het jullie gelijk maar even weggeven. Het is de donut. Deze gebruikte ik normaal gesproken om mijn staart doorheen te doen. En dan doe je je haar eroverheen. En dan lijkt het allemaal veel groter. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde waar we hem nu voor gaan gebruiken. Om het groter te laten lijken. En dan is het net alsof er haar onder zit. Ik heb dit petje trouwens gisteren gekocht. Ik dacht, dat is een leuk petje voor zonder haar, maar ook met haar. Tadaa. Nou, ik ga jullie eventjes als eerste dit petje laten zien. Daar heb ik heel veel reacties op gekregen. En ook waar ik hem gekocht heb. Nou, ik heb hem dus niet zelf gekocht. Ik heb hem gekregen van iemand die helaas zelf ook kanker heeft gehad en daaraan is overleden. Maar ik mocht deze hebben, dus dat vind ik ontzettend lief. Het is van Look At Me. Maar ik weet dus niet of ze hem nog hebben op de site. Zo, nou, ik ga jullie eventjes laten zien hoe die is als ik hem zonder de donut draag. Dan krijg je dit. Nou, dan vind ik dus echt, ja, een kankerdoekje. En dat is niet waar ik voor ga. Ik denk, hij moet gewoon leuk zijn om zo te dragen. En dat mensen denken, goh, wat heeft ze gewoon een leuk mutsje op. Dus ik ga jullie het verschil laten zien. Ondertussen is Mojo even aan het drinken. Dat is wat jullie horen. Klaar! Simpel! Verder hoeven we er niet zoveel aan te doen. Gewoon een donut eronder, jongens. Nou, dit is dus eigenlijk het hoedje die gewoon ook leuk is om zo te dragen. Nu heb ik ook een zwarte. Die staat wat chiquer als je bijvoorbeeld ook bepaalde zwarte kleding aan hebt. Ik ga even wachten totdat die hond klaar is met drinken. Zo, daar ben ik weer. Nou, dus ik heb nu eigenlijk een zwart hoedje. En die kan je dus ook gewoon zo dragen. Maar ik gebruik hem even als onderhoedje. Om daarboven een sjaal te doen. Deze hebben jullie al vaker voorbij zien komen. Daar kreeg ik ook allemaal leuke reacties op. Dit is eigenlijk gewoon een sjaal. En die kan je natuurlijk gewoon pakken. Elke sjaal die jij wil. Alleen hij moet wel een beetje groot genoeg zijn. Dus dit is eigenlijk de grootte van de sjaal. Dan pak je hem bij de helft. Zodat ze gelijk zijn. Maar als eerste doen we hem over het hoofd heen. Dus over het zwarte doekje heen. Zo. Dan sla je hem naar achteren. En wat je dan zou kunnen doen is hem bijvoorbeeld draaien. Dus dat je ze eigenlijk zo naar binnen draait. Zo. En dan kruis ik hem hier alleen maar. En dan doe ik hem omhoog. Nou, is niet te ver naar beneden. En bij deze, wat ik hiermee heb gedaan, is eigenlijk gewoon een knoop maken. Zo, en dan kan je ervoor kiezen om hem
zo naar achteren te doen. Maar wat ik had gedaan is daar eigenlijk een strik van te maken. Nou, als die echt groot genoeg is, dan kan je natuurlijk zeggen van ik laat hem gewoon als strik staan. Dan kan je met wat klemmetjes hem bijvoorbeeld vastmaken en dan krijg je dit. Vind ik ook schattig. Ik heb nu even geen klemmetjes, maar dan heb je gewoon dit. Wat ik had gedaan is ik pak dit beet en je hebt hier net twee banden omheen gedraaid. En daar kan je hem dan tussen stoppen. En dan heb je dit. Oh, ik zit weer vast. Ook altijd leuk. Zo. Nou, dat was hem eigenlijk. En dat heb ik hetzelfde gedaan met deze. Die jullie in de vorige vlog hebben gezien. Alleen toen had ik hem meer als een... had ik hem er helemaal omheen gedraaid. Kan ik kijken of ik dat ook nog een keer kan laten zien. Dus de basis is hetzelfde. Doet hem er overheen. Het is natuurlijk wel vet als je zulke mooie doeken hebt. En deze past bijvoorbeeld heel mooi. Bij mijn ogen. Zie je dat? Dus als jij wat donkere ogen hebt, dan kan het ook heel mooi zijn om een... om een wat bruinere of oranjere, is dat een woord? Oranje doek te pakken. Zo. Maar ik doe weer hetzelfde. Ik maak er eigenlijk twee staarten van. Draai ik naar buiten. Zo, en dan draai ik hem weer op deze manier. Zo. Omhoog. Maar deze is dus eigenlijk iets te kort. Zie je dat? Om daar nog twee leuke strikken van te maken. Dus je zou kunnen zeggen van... Ik maak er gewoon een knoop ook weer in hier. Hoppakee. Ik zit even in de camera te kijken. Want ik zie niet zo goed wat ik aan het doen ben. En dat je hem dan weer naar achteren draait. En dan doe je hem ook weer tussen die banden die je net hier hebt zitten draaien. Zo. Zo had ik hem in de video. Nou zit deze wel een beetje erg laag, denk ik. Maar... maar doordat je dus hier die donut nog steeds hebt zitten, lijkt het eigenlijk alsof je er nog haar onder hebt zitten. Dus dat je dit gewoon hebt omdat je het leuk vindt. En voor de mensen met haar kunnen dit natuurlijk ook gewoon doen. Hoe! Zo. En ik heb dus deze pet gisteren gekocht. Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan om op de hoogte te blijven van onze video's. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende vlog. Ciao!